Hoe zit dat nou eigenlijk? Haverdrink is een gezonde vervanger van melk. Is dat nou waar of niet waar? Dat is dus niet waar. Verschillende plantaardige dranken, waaronder haverdrink, bevatten vaak te weinig eiwitten en andere voedingsstoffen. Ze zijn dan ook niet zo gezond als zuivelproducten. Haverdrink wordt ook wel eens havermelk genoemd, maar dat mag dus eigenlijk niet. Alleen melk afkomstig van dieren mag als melk worden verkocht. Echt zuivel maakt de kans op darmkanker kleiner. Het kan zijn dat dit effect komt door het calcium, maar het zou ook kunnen dat het gunstige effect door andere stoffen in zuivel komt. Als je geen zuivel wilt nemen, kies dan vooral plantaardige dranken met voldoende eiwit en waaraan voldoende calcium en vitamine B12 zijn toegevoegd. Dus sojadrink met niet te veel suiker en toegevoegd calcium en vitamine B12 staat in de schijf van 5. Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.